Als je een moes, ja. Dit is het feestje, het allermooiste feestje. Het is 9:45 ochtends. Ik sta in Den Bosch en het is 11 november. Wat betekent dat om 11:50 het carnavalseizoen gaat beginnen. En dus is het tijd voor het allermooiste feestje, want ik ben uitgenodigd door Bart. Ja, die Bosnaren lusten er wel pap van. En vandaag ga ik ook weer op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Maar we hebben ook een nieuw onderdeel in het knotsgekke programma, namelijk de feestmeter. Dit vertelt hoe ik me voel. En op dit moment staat hij op een 4. Dat komt omdat ik meer zin heb in koffie dan in bier. Hallo! Wie ben jij? Ik ben Bart. Bart, ja, hoi. Hallo! Ja. Hallo! Waarom hebben jullie allemaal een outfit aan alsof jullie bij het koor zitten? Waarom heb jij geen outfit aan? Ik kom niet uit Den Bosch. Ja, daar moeten we wel iets aan regelen. Oh, ik vind het... heel moeilijk dat ik me moet overgeven aan Den Bosch. Ja, daar ben ik al lang aangekomen dat het zo is. Het ziet eruit als een zwerver. Het ziet eruit als een zwerver. Hebben we geen outfit voor? Ja. Ik denk als jullie Ralf in een Oeteldonkse outfit weten te krijgen, dan denk ik dat mijn cijfer van een 5 naar een 7 gaat. Wat vind je daarvan? Wil je niet dat ik mijn 7 geef? Nee, maakt helemaal niks uit. Blij? Ja, blij. Lekker Jäger, koud, love it. Lekker buitje. Oké, laten we gaan. Carnaval! Hoezo dat, let je horen! Ik weet wel wat er om 11:50 gaat gebeuren. Vertel jij mij eens even wat er om 11:50 gaat gebeuren. Carnaval wordt ingeleid om 11:50. Om de 11e van de 11e begint officieel het carnavalseizoen. En ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar dan ga je denk ik wel... achterkomen. Nou, hey, laten we gaan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is begonnen, jongens. Het is 11:50. Carnaval is officieel van start. Ik ben een biertje omhoog aan het gooien. Niet, gaan we dat niet doen? Oké. Okay. Hij krijgt voor deze gooi no? Een puntje erbij. Waar komt de fuck top? Yes. Dankjewel. Waar komt de top? Als je een moes. Als je een wie? Als je een moes. Als je een moes. Als je een moes, ja. Oh ja. Ik kan nog niet hatten. Ik heb een apparaat gekocht, de carnavalsmachine. Ik heb een brain freeze. Dat ik daar schrijf, daar componeer, daar rijmt er bovendien. Een super slimme robot, roep papa. Je gooit gewoon wat dingen bij elkaar. Dit is een echt, echt Oeteldonks biertje zoals je drinkt. Veel te veel. Nee, dat valt wel mee hoor. Valt mee. Waarom is dit het allermooiste feestje? Waarom dit het allermooiste feestje is? Omdat dit maar één dag per jaar is en op één plek het beste kan vieren. En dat is in Den Bosch. Iedereen mag meedoen. Maakt niet uit. Kleur, geur. Geur? Ja. Emma. We zijn hier met Emma. Emma Carers Farmer. We zijn hier met Emma. Het is vandaag het allermooiste feestje. Ja, vandaag zeker. Carnaval is het leukst, maar vandaag is ook een soort carnaval. Wel een mooi feestje, omdat hier echt wel 99% Oeteldonkers rondlopen. En Oeteldonkers zijn Bosnaren. En dat is gewoon niet moeilijk doen, lekker jezelf zijn en doe je wat je wil. Er staat geen rem op, we kunnen met z'n allen helemaal gaan. Ralf, hoe voel jij je? We beginnen wel langzaam in te komen. Wat is dit interview de hele tijd? Kijk jou met je drie. Ga jij eens wat doen, man? Nou ja, ik probeer gewoon eventjes... Ze mij een programma betrekken. ...te checken.
De gemoederen van mij is oké. Piet is hier echt uit Den Bosch. Hoe voel jij je, Piet? Ja, heerlijk. Nou, super. Kom, we gaan door. Hey, en wat is het deal met die sjaaltjes? Want we hebben die policy is best wel streng. Hoort erbij. Hoort er gewoon bij. Je mag niet binnenkomen zonder. Saamhorigheid, dat is dat iedereen hetzelfde is. Behalve dan dat mensen die dat niet aan hebben er niet bij horen. Ja, perfect. Nou ja, die kleuren zijn gewoon de Oeteldonkse kleuren. Rood, wit, geel. Anders kwam ik niet binnen. Nee, dat is zo. Nee, ja. Wat is het probleem daarmee? Maar je ziet er wel uit alsof je van boven de rivieren komt. Ik voel me ook van boven de rivieren. Weet je wat de kleuren betekenen? Nee. Rood-wit Utrecht. Geel-wit Vaticaanstad. Den Bosch was een katholieke stad. De kerk van Utrecht, de bisschop van Utrecht, was bisschop van Den Bosch. Dus dat bedoelen mensen van, ja, je hoort er niet bij. Nou, je hoort er wel bij, maar je moet even je best doen. Een helikopter! Ik heb een heli-heli-heli-helikopter. Ik heb een heli-heli-heli-heli-heli. En daarmee vlieg ik over bergen, daarmee vlieg ik over zee. Hey, kom op, ga met me helikopter mee. Ik ben niet meer verantwoordelijk voor Emma. Ik wil niet meer op passen. Nee. Ik weet niet meer waar ik ben. Kan je wel vertellen? Tot nu toe is het een safe. Ik kan hoger. Nee, ja, ja. En... 3, 4. Is het een circus? En wat kan jij dan? Ja, alles en nog niks. Hij zit er best goed of niet? Nee, dan gaat een puntje af. Ja, 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 ja. Schöne meid, heb jij nog even tijd? Hey ja, hey ja, ho! Ik ga jou vertellen, ik voelde me een 7. Ja. Kijk hier, een 7. Nee, dat wordt een 10. Ik kan jou vertellen, dat wordt een 10. Hey, 10! Drinken. Ja, ik heb geen scherm meer. Ja, ik drink niet meer. Hup, drinken dan. Ja, dan moeten we drinken. Nee. Oh, dit is slecht, hè. Trek die bak. Nee, ik trek die bak niet. Nee. Ik stop ermee. Ik ben er klaar mee. Jens had bedacht dat wij jou en de cameravrouw, Piet en El, op de nek nemen. Allebei? Ja! Het hoogtepunt van de helft van de helft is bereikt. Ik heb de verplichte versnapering meegemaakt, dat was heel veel bier. De gangmaker waren toch wel de acrobatische vertoningen van de mensen op straat. En het hoogtepunt spreekt voor zichzelf. Jongens, mijn eindcijfer stond op een 4 en is aan het einde van de avond een 9 geworden. Een 9 voor Den Bosch. Adios.